Leo's tactiek om toenadering te zoeken met een kalf. Ik ben Calvijn, inmiddels misschien bekend als YouTuber, maar ik ben geboren en getogen op een boerderij. In samenwerking met Rabobank neem ik mijn bekende vrienden één dag mee naar een boerderij om erachter te komen of ze zich staande weten te houden op het platteland. Geen glitter en glamour, maar koeien melken, trekkerijen en van dichtbij zien waar ons voedsel vandaan komt. Dit is BN'ers op de boerderij. Wat vind je spannender? Op woensdagochtend om 7 uur naar de hoed of om 7 uur naar een boerderij? Nee, dit vind ik spannender. Dit is Leo, a.k.a. Busy. Busy is muzikant, performer, hij heeft gouden platen, gouden kettingen, vet veel tattoos, heeft in bijna elk land ter wereld opgetreden, maar is hij ook zo succesvol tussen de koeien? Welcome to the countryside. To the country, Mario. Welcome. Fucking gruwelijk, man. Ja, ik word hier dus helemaal enthousiast van. Jij wordt hier blij van. Ja, ik ben een beetje zenuwachtig. Zeg. Ja? Goedemorgen, jongens. Jullie hebben het gered. Niet één boer, maar twee boeren. En jullie zijn een stel. Een stel boeren. Dit zijn broers Bart en Tom. Samen runnen ze een boerderij in Enschede met 75 melkkoeien. Daarnaast hebben ze ook nog een andere manier om melk te maken, maar daar komen jullie straks achter. BN'ers op de boerderij, dit. Hey, staat je goed? Dit is gewoon die swag, toch? Het staat je echt fantastisch. Dit is nog nooit een shaku gedaan in deze auto. We hebben in ieder geval, moet er even wat koeien gemolken worden. En hoe dicht moet ik bij een koe zitten? Het gaat niet telepathisch. Het is niet dat je ernaar kijkt en dat het gebeurt. Nee? Nou, dat is bij vrouwen heel vaak zo bij mij. Dat ik gewoon, als ik, nee. Heb je een leuke naam voor haar dan? Biggie Flakka. Biggie. Grote vlek. Ja? Maar meer zo, ja. En dan heb je juist. Hoi, yo. Dit is een kleine paga voor jou, toch? Broer. Ja, die komt wel echt dichtbij. Het is jouw beurt. Hoi, yo, bro. Lekker, bro. Snap je. Dit is zeg maar een van de awkwardste dingen van 2020 voor mij. Dus we hebben eigenlijk hier een machine voor, een robot zelfs. En waar ze eigenlijk 24 uur per dag naartoe kunnen. Milk. Leo's tactiek om toenadering te zoeken met een kalf. Het werkt gewoon niet. Het is wel echt een harde machine, man. Ja, dit is een harde machine, bro. In principe weet dus de robot welke koe er een robot betreedt. Hij kent de koe. Ja, hij kent de koe. Hoeveel liter? Op dit moment, het is een 7000 liter. 7000 liter. Tank. Maar dit belandt in je pakje melk, belandt dit? Ja. Maar ook in andere shit? Alle producten, dus nou, yoghurt, melk, karnemelk. Dat zijn natuurlijk gewone producten, maar je hebt daarnaast ook heel veel andere producten waar ook... Hopjesvla. Hopjesvla. Kindersurprise. Ja, M&M's, Trueno, Snickers, ja. Mars. Wellicht, wellicht. Alles in Nederland geproduceerd wordt, op ieder geval Nederland. Ferrero Rocher. Rauwe melk noemen we dit. Oh. Busy. Calvin. Ik had wat leuks bedacht. Ja. Ja, jij moet aangeven in welk van deze producten zuivel zit en welke niet. Ik denk, denk goed na, Leo. Kijk, ik denk dat hier zuivel in zit natuurlijk. Ik wacht even voor. Oh, ik mag niet kijken, hè? Nee, bro. Hier zit zuivel in. Hier zit zuivel in. Ik denk dat dit de verdeling is. Ja, je mag nog aanpassen. Nee, dan laat ik het zo. Ik zal het jullie even laten zien. Nutella. Zuivel. Zuivel. Chocomel. Zuivel. Zuivel. Roomboter. Zuivel. Geitenkaas. Zuivel. Glas melk. Zuivel. Rivella, zuivel. Zit die zuivel in? Ja, is van kaas toch, of zo? Het is inderdaad, er zit een restproduct in. Oh, van kaas. Oh, yo, kijk hem. Dat is normaal food, bro. Soja. Geen zuivel. Tofu. Volledig plantaardig. Beschuit. Klopt, geen zuivel. Coca-Cola. Ja, cocaïne. Zit er zuivel in? Ja, dat durf ik wel te zeggen dat dat niet het geval is. Nee, niet, hè? Nee. Hoe zou het heten, cola met zuivel? Lacto-Coca-Cola. Lacto-Coca-Cola. Brood. Geen zuivel. Tom. Uiteindelijk zit daar wel zuivel in. Eiwit uit de melk wordt erin gezet. Hé, maar lekker, man. Ja, thanks, man. Trots op je.
Beest van de Boer gaat natuurlijk over melk. Maar het gaat ook over kak. En dat moet worden opgeruimd. Handjes uit de mouwen. Is het met de handen? Nee, toch? Ik zal het even voordoen, Leo. Bam. Randje. Bam. Je weet hoe het gaat. Hier mag wel iets meer passie achter zitten, hoor. Ja. Passie? Zou je Betty kruipen als het zo uit zou zien? Ik zou ook proberen zo min mogelijk in mijn eigen bed te schijten, zeg maar. Fair enough, fair enough. Ja. Iets meer kalm, bro. Zo. Hier, oh, snap je. Dit is een beetje dweilen met de anus open. Je bent toch hartstikke rijk inmiddels? Qua geld, ook qua geluk natuurlijk en qua je prachtige zoon en shit. Ik krijg wel meer waarde aan mijn emotionele, spirituele rijkdom. Maar ik kan ook wel een hoop dingen kopen onderhand. Ja. Ik breng nu gewoon... Ja, maar don't mind me, I'm just... Peeing. Hoe kom je eigenlijk bij deze boerderij, bro? Ja, boeren kennen elkaar allemaal. Boeren onder elkaar. Leo heeft een hele grote lul. Laat maar even zien, dan blurren we hem. Is hij nu groot? Soms lijkt hij niet zo groot. Ken je nou lang genoeg om te kunnen beoordelen dat jij de guy bent die niet de hele dag... koeienboksen gaat schoonmaken. Nee, ik ga niet de hele dag koeienboksen schoonmaken. Dus daarom heb ik iets geregeld voor je. Ah. Wow. Yeah. Het lijkt me wel leuk om een racewedstrijd te houden. En de verliezer moet een kutklusje doen. Ben je klaar? Ik wel. 3, 2, 1. Yes. Ah. Ik ken hem inmiddels een beetje, hij doet niks half. Oh God. Ik zie aan zijn hoofd gewoon dat hij echt all out gegaan is daar. Ja, ja, ja. Daar kun je winst pakken, hè? Vol gas. Ja, dit is op de lange stuk. Ja. Als ik je een tip kan geven is, the only rules, there are no rules. Drie, twee, één, yes! Hier pakt hij wel sneller, bro. Goeie bocht, goede bocht. Dat leek wel echt lang te duren. Hadden jullie ook het gevoel dat het bij mij sneller ging? Kijk, aan het eind van de dag weet je dat the only rules are... There are no rules. There are no rules. Had jij daar iets dat er misging? Ik stond stil op die bult, man. Ik kwam niet stil op die bult, hè? Maar geef nooit die bult de schuld. Weet je wat bij mij op is nu? Je geduld. Leo heeft 2 minuten en 3 seconden erover gedaan. En Kelvin die heeft er 2 minuten over gedaan. En 6 seconden. Ja! Kauw, 3 seconden. Leuk, jongens. Succes. Thanks. Nou, die 3 seconden tijdverschil waren fataal. En daarom mag ik nu onkruid trekken. The rules are... There are no rules. Het is een beetje als jouw muzikale carrière wel. Het komt niet echt los, hè? Komt niet echt van de grond. Oh, hier. Kijk,
Ik keur het goed. Dus dit mag ik gewoon wegsnijden. Mag je zo, ja. Oh, bro! Kijk, dit zijn de mooie dingen in het leven, mensen. Nou, ik voel me echt top. En je mag het gewoon ergens anders weggooien, bro. Yo. Yo. Wat doe je? The only rule is there are no rules. Heb je geen hoogtevrees? Jawel, kill. Je moet hem niet weghalen. Oké, ik ga nu een plan B, want ik ga anders in paniek raken. Kom, we moeten verder. Ja. We moeten draaien. Zeg de magische woorden. Calvijn, ik zal nooit meer Nina vieze DM sturen. Ik zal nooit meer naar Nina vieze DM sturen. Heb ik ook nog nooit gedaan. Het is echt serieus koude hoog dit, man. Gast. Yo. Ah! Let's go! Dit is het andere gedeelte van ons bedrijf. Juist. En dat is misschien wel onze toekomst. En dat is soja, melk. Maar heel even, waarom doe je dit? Ja, de koemelk hoort natuurlijk in de schijf van 5. Soja zou er ook heel goed in kunnen passen, omdat het heel veel eiwit bevat. Maar Leo, is deze plant boos? Nee, deze plant of gaat lekker, man. Of is deze plant... aardig. What happens on the farm? Happens on the farm. Dat is gewoon lekkere. En het is diervriendelijker dit. Absoluut, ja. That's your future right here. Tijd voor een cadeautje. Bij deze willen we boer Bart en Tom bedanken dat zij het aandurfden om een bekende Nederlander toe te laten op hun boerderij. I approve this message. En je weet wat op de farm wordt gezegd, hè? The only rule. Dankjewel voor het kijken. Rabobank, bedankt dat we samen deze serie mogen maken. Tot de volgende keer, dames en heren. Joe.